Wij maken gebruik van Feedback Radar omdat wij hier in het ziekenhuis eigenlijk bezig zijn met een continu verbeterproces voor onze zorg voor de patiënten, zowel op de operatiekamer, polyklinisch en op de afdeling. En voor ons is ook belangrijk dat wij gewoon weten hoe de patiënt onze zorg ervaren. En dat is gewoon belangrijk om het complete plaatje van de zorg gewoon goed te krijgen. Feedback Radar is daar heel handig in, omdat het eigenlijk best wel open vragen stelt aan de patiënt. Als de patiënt daar de ruimte voor krijgt om dat te melden, geeft het je ten eerste als zorgverlener de kans om je eigen handelen te reflecteren. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En de patiënt krijgt ook wel de kans om ook aan te geven of ze willen dat er iets mee gedaan wordt of niet. Het gewoon echt feedback krijgen op je eigen handelen is daar wel heel erg waardevol in. Als arts of als zorgverlener ben je het heel erg snel geneigd om te abstraheren naar het technische aspect van je vak. Het moet kloppen wat je aan het doen bent. Je diagnose moet kloppen, je behandelplan moet kloppen, je chirurgische techniek moet kloppen. Maar dat doet denk ik tekort aan het hele proces van zorgverlener. En dat is wel een beetje de grap van zeg maar, feitelijk feedback krijgen van je patiënt, is dat het plaatje wel veel completer maakt. Niet alles is meetbaar, maar gewoon de mening van de patiënt is echt heel erg van waarde.